eerste corner voor Vicenza in de wedstrijd. Skenardi. De Warte komt, maar komt niet aan de bal. En dus moet er op de lijn reddend worden opgetreden. En dat lukt niet. Het lijkt me Luiso die als laatste aan de bal is geweest. En dat zou dan zijn vijfde Europa Cup goal zijn. Waar Del Warte wel kwam. Maar de bal niet raakte. Daar is Del Warte. En daar vlak voor de doellijn nog aangeraakt. Maar daar ging het dus mis. Waar Del Warte wel uitkwam. Maar niet zijn vuisten tegen de bal kon krijgen. Vrij trap van Skenardi. Tweede paal, daar mogen een paar mensen zomaar vogeltjevrij opduiken. En door twee standaard situaties die niet goed worden beoordeeld bij Roda achterin. Namelijk een corner van Skenardi en een vrije trap van Skenardi. Twee keer Vicenza succesvol. De eerste keer was het Luiso en deze is van de mee opgekomen verdediger Davide Bellotti. En wordt Roda al heel vroeg in de wedstrijd op wellicht een schier hopeloze achterstand gezet. Vooral op zich afspraken over te maken achterin. Knullig en sullig, de twee tegentreffers. Zouli. Poort aan Volgade. En troeft hem ook nog een keer het karakter af. Zouli bij de tweede paal. Jongen, 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 dat gaat simpel. Dat gaat simpel. 3-0. En echt veel meer zijn ze niet voor het doel geweest van Del Warte. Goeie werk van Zouli over links. Volgaren afgetroefd. En daar het koppen. En Luiso maakt de 3-0. Zouli, Ambrosini. Di Carlo, de meest controlerende middenvelder en de middenvelder die zich ook het eerst laat terugzakken. Del Warte en in de rebound is het heel simpel en doeltreffend Marcelo Otero. Hij moest een rebound toestaan en dat heeft hij geweten ook. 0-4 en het enige wat er voor Roda is te hopen dat het hier ongeveer bij blijft. Wat onderweg voor richting veranderd, vandaar dat Del Warte er wat ongelukkig uitziet zoals hij naar de bal ging. Dan kunnen we hem niet euvel duiden, want daar die richtingverandering, dus kwam hij er niet goed achter. En de Roda voordeel. Eén corner van Vicenza, dat levert meteen een goal op. Peters klimt ook de lucht in, aangeraakt door Vrede. Toutan. En dan Kukjelka. De cornerverhouding wordt getild naar 10-1. Toutan kon niet met rechts uithalen, moest toen wel met links. En daar Kukjelka, die komt. Mendes daar als laatste aan geweest. Corner inmiddels genomen. En jawel, de eretreffer is er via Bob Peters. Dat in de 73ste minuut. Dat ziet er al een klein beetje prettiger uit. Peters hier in de persoonlijke bewaking. Komt naar voren, komt voor zijn man.
en klopt, behalve directe tegenstander Stovini, ook Di Cardo. En uiteindelijk ook keeper Privio. 4-1.